Geen Lowlands of Pinkpop dit jaar, maar in Alkmaar kan er dit weekend weer flink gefeest worden. Op de Olympiaweg zijn ze druk bezig met de opbouw van Finally Fiesta. Een unicum, want het is naar verluidt het eerste festival van Nederland sinds de coronacrisis. Het ligt helemaal stil op het moment. En misschien is dit, is dit een mooi moment om te laten zien dat het even goed kan. Zeker ook nu je ziet dat er steeds meer illegale feesten komen en dat soort dingen. Nou, als er af en toe een coronaproef evenement is, is dat misschien een mooie mogelijkheid om daar toch mensen weer blij mee te maken. Om te zorgen dat het festival coronaproef is, worden er allerlei maatregelen genomen. Zo zijn er ontsmettingszuilen, er zijn er vrolijke dames die mensen erop attenderen voldoende afstand te houden. En ja, er mag gedanst worden, maar dan wel op 1,5 meter afstand. Nou, er staan cirkels op de grond. En dat zijn cirkels van 2 meter en in die cirkels mag er gewoon gedanst worden. Daartussen staan staantafels, waardoor je toch een soort van bij elkaar staat. We doen er alles aan om het ook gewoon een mooi festival van te maken. En dat iedereen zijn danspasjes weer kan laten zien. Fijn om weer aan de gang te gaan. Ja, ik ben heel blij. Ik ben echt heel blij. Het is fijn om weer te kunnen. We hebben maanden stilgezeten. Dus het is fijn dat we eindelijk weer kunnen. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb zelfs mijn vakantie ervoor onderbroken. Dus mijn vrouw en kinderen vanochtend achtergelaten in Limburg. Om vandaag weer op te bouwen. En vanaf morgen 3 dagen. Te knallen. Een festival, nu het coronavirus weer oplaait, is dat niet vragen om problemen? Volgens de gemeente Alkmaar niet. Het coronaplan van de organisatie voldoet aan alle voorwaarden. Morgen is er nog een controle, maar als dat goed gaat, kan het feest losbarsten. Misschien dat hier en daar nog wat dingen aangepast moeten worden. Maar daarna dan, kan om 1 uur kan het beginnen. Heb je er zin in? Oh, ja, onwijs eigenlijk. Ja, het heeft wel weer eigenlijk veel te lang geduurd. En ik denk dat een hoop mensen hier wel naar uitkijken.